Hoe mooi dat eruit ziet. Hey, welkom bij mijn cave. Leuk dat jullie er zijn. Kennen we elkaar nog niet? Ik ben Marcel. Fijn dat je erbij bent. En hopelijk zien we elkaar vaker op dit kanaal. Maar goed, we gaan vandaag varkenshaas maken. Een lekkere varkenshaas met wat Zuid-Amerikaanse invloeden erbij. Oftewel mojo genoemd. Dus die gaan we maken. Dus laten we aan de slag gaan. Wil je meer van dit soort video's zien, de tips, tricks en recepten en de reviews die ik graag met jullie deel, druk dan op die abonneerknop, zou ik zeggen. En druk gelijk op dat belletje, dan krijg je een berichtje van YouTube. Als ik weer een nieuw video upload, dan ben jij er als eerste bij. En je kunt me natuurlijk volgen op Instagram en Facebook, @NaskuBarbecue. En mijn recepten, reviews, tips, tricks, alles kun je teruglezen op www.NaskuBarbecue.nl. En daar heb je ook het kopje merchandise. Dan ga je naar mijn merchandise pagina. Ik heb wat nieuwe designs geüpload. Dus wil je het kanaal steunen? Lijkt het je gaaf om een van die Nascu barbecue shirtjes of petten of mutsen te dragen? Ga daarheen, steun het kanaal en ik ben je heel dankbaar. Maar wat ik al zei, varkenshaas met een mojo saus. Geïnspireerd op wat Zuid-Amerikaanse invloeden. Dus laten we de keuken induiken. Zo, nou, naast de varkenshaas natuurlijk hebben we de volgende ingrediënten nodig. Wat olijfolie. Sinaasappelsap, citroensap, kruidenmix, gedroogd of vers. Ik heb gedroogd gepakt. En komijnzaad. Nou goed, en als je wil weten wat zit er in die kruidenmix. Nou, dat is dan peterselie, oregano, bieslook en basilicum. Dus een mix daarvan. En natuurlijk de knoflookteentjes. Nou goed, wat ik laatst al zei bij mijn top 10 barbecue must-have video. Vind ik dat barbecue boeken echt een must-have is en goede barbecue boeken. Nou, onder andere gaf ik daaraan de barbecue boeken van Steven Reichlin. Nou, dit is culinair barbecuen. Het recept wat ik nu maak is losjes gebaseerd op een recept wat daarin staat. En ja goed, ik heb net teruggekeken. Dit boek is uit 2011, dus ik heb nu bijna 10 jaar. Ik heb al zoveel recepten uitgemaakt. En als je ziet ook hoe dik het is. Ja, het is gewoon... Ik zou zeggen, nogmaals, als je echt goede boeken wil kopen, goede barbecue boeken met leuke recepten, Steven Reichlin, culinair barbecue. Ik zal sowieso wat linkjes onder in de beschrijving zetten van wat boeken van hem. Ik heb de Planet Barbecue, dat is ook zo'n dik boek. De Barbecue Bijbel is ook een dik boek. Er staan heel veel recepten in, dus mocht je daar interesse in hebben, links staan hieronder in de beschrijving. Nou goed, laten we gewoon hier aan de slag gaan. Dat gaan we als eerste doen. We gaan de varkenshaas een beetje bijtrimmen, even dit soort vetjes even weghalen. En we gaan het einde, het puntje, kijk, want je ziet natuurlijk, dit loopt dunnetjes af. En je wil natuurlijk wel dat jouw varkenshaas egaal gaat. Dus wat gaan we daar doen? We gaan hier een snitje maken, dan vouwen we hem dubbel. Zodat je varkenshaas egaal is qua dikte. En dat maakt het wel makkelijker om te grillen. Dus dat gaan we nu doen. Nou, dat was niet veel werk, want hij was vrij schoon eigenlijk al. Goed, dan moeten we hem dus dubbel gaan vouwen. Maken we hier, even kijken, die plat, ja. Maken we hier een klein sneetje. En dan vouwen we hem dubbel. En dan hebben we een egale varkenshaas. Even ruimte maken. Dan pakken we slagerstouw. Twee stukjes, maar we doen hier deze natuurlijk vastzetten, maar we doen ook geen hier. Zodat je de dikke stuk ook wat iets wat knelt. Zodat je echt gewoon twee egale kanten hebt. En dan doen we de slagersknoop. Als je nog niet weet wat het is, dan nou even opletten. Als je zeg maar één lusje maakt en dan nog een lusje, trek je hem samen en dan trekken die lusjes elkaar zeg maar vast. En dan blijft dit gewoon netjes zitten. En dan snijden we die er nog even af. En dan is die varkenshaas voor nu even klaar. Ga ik hem even in de koelkast leggen. En dan gaan we de mojo maken. Nou, terwijl de varkenshaas in de koelkast ligt, gaan we verder met de rest. Nou,
We beginnen met de knoflookteentjes, want die gaan we even aanfruiten in de pan. En dat doen we ook gewoon op de barbecue. Dus deze gaan dan in kleine stukjes gesneden worden. In kleine plakjes. Dus dat ga ik nu even doen. Maar dat ga ik jullie niet meer vervelen. Ik bedoel, ik denk dat jullie wel weten hoe je knoflook in kleine plakjes moet snijden. Dus we zoomen even snel door naar de volgende stap. En dan zijn we weer terug met de gesneden knoflook. Klein beetje olie in de pan. En dan gaat deze op het vuur. En dan gaan we dit lekker warm laten worden en dan lekker aanfruiten. Nou, de knoflook begint lekker aan te bakken. Kunst is wel om hem niet te bruin laten worden, want dan wordt de knoflook wat bitter. En dat wil je niet hebben. Dus we beginnen nu een heel eind in de goede richting te komen. Dan gaan 75 milliliter sinaasappelsap erbij. Iets meer, zo. Ook 75 milliliter citroensap. Anderhalve theelepel komijnzaad. En dan nog anderhalve eetlepel aan kruiden. En dan dit even roeren. En dan kunnen we er dadelijk nog eventueel nog peper en zout bij om het nog wat verder naar je eigen smaak aan te passen. Dit laat je nu heel even doorkoken. En dan dadelijk in een pannetje. En dan kunnen we daar de varkenshaas mee marineren. Zo. Dan zetten we deze vier over. Pakken op mijn goede hand. En dan doen we dit. Lekker over de varkenshaas heen. Zetten we dit nog even een half uurtje in de koelkast, zodat het nog even lekker in kan trekken. En dan gaat hij daarna de barbecue op. Ondertussen is de barbecue lekker warm aan het worden. 200 graden, direct. Het is hier goed warm. De varkenshaas met de mojo marinade is wat afgekoeld. Oeh, iets te enthousiast. Dus dan gaan we hem erop leggen. Ja, echt een paar minuutjes per kant. Ik denk 4-5 minuutjes. Misschien ondertussen even draaien voor de leuke grill marks. Maar hij zal niet, omdat hij zo warm is, zal het niet heel lang erop hoeven. Zo, een paar minuutjes verder. Komt die los? Ja, hij komt wel los. En draaien we even een kwartslagje. En dan wachten we weer. Zo, is het tijd om mond te draaien. Kijk, mooi die streepjes erop. Ja, mooi, perfect. Ja, het rooster was natuurlijk heel warm. Misschien lijkt het wat donkerder op de camera, maar ze zijn echt heel mooi bruin. Ik heb ondertussen ook even de thermapen erbij gepakt.
kerntemperatuur van ongeveer 70 graden. Dus we zullen even kijken nu. Ja, 35, dus we zijn er nog lang niet. Had ik ook niet verwacht, zeg maar, met de andere kant nog niet. Maar ik verwacht dadelijk als deze kant over 4, 5 minuutjes klaar is, dat we echt wel rond de 70 graden kern zitten. Zo, weer 2 minuutjes verder. Dan draaien we weer even een kwartslagje. Ik heb er net nog tussendoor wat van die Mojo marinade op gedaan. Even ondertussen even kijken wat de kerntemperatuur nu doet. Ja, ligt dan 50, 55, dikke stuk. Dus dat duurt niet lang meer. Zo, dan zullen we eens even kijken. Richting de 60. Ik zei net volgens mij op de video 70 graden. Ja, 70 graden, dan is hij gewoon well done, zeg maar. Dan wil je hem nog een beetje mooie rosé van binnen. Dan is 60 graden de perfecte temperatuur om voor te gaan. Dus daar zit hij nu bijna aan. Dus we kunnen hem aan gaan snijden. Hij is nog lekker warm. Snij hem even in het midden. Oh, kijk. Ja, ik hou hiervan. Nog een beetje rosé. Heb je trouwens zoiets van? Nou, Marcel, is er iets te rosé voor mij? Geen probleem, hè? Dan zou je hem nog even een stukje indirect kunnen laten doorgaren. Tot misschien wel 65, 70 graden. Kijk eens, jongens. Kijk eens hoe mooi dat eruit ziet. Perfect. Oh, jongens. Ik ben nog lekker aan het genieten. Lekker. Ik heb hem natuurlijk al vaker gemaakt. Maar oh, wat is dit lekker zeg. Lekker dat citroen. En dan die zoete toon van die sinaasappel. En ah, lekker jongens, lekker. Ja goed, en dit is een van de vele recepten die ik persoonlijk uit dat boek heb gehaald. Dus ik zou zeggen, je bent bijna jarig. Of je hebt de vuilnis buiten gezet. Of verzin het maar. Je hebt het toch wel verdiend. Toch? Dus aanschaffen zou ik zeggen. Ga je geen spijt van krijgen. Goed. Bedankt voor het kijken. Ik hoop jullie bij de volgende weer te zien. Hebben jullie nog vragen, tips, tricks naar mij toe? Laat ze hieronder in de beschrijving achter. En voor nu zou ik zeggen bedankt voor het kijken. En tot de volgende.